Van zorgsector naar content creator, OnlyFans, ja dat kan. Ik heb vandaag Brittany bij mij en zij komt vertellen hoe ze deze job samen combineert. Ik ben Deborah Nerumbi, communicatie- en psychologisch therapeut en je luistert naar Zonder Taboe. Oké, okay, goed. Brittany. Ja. Ik spreek dat toch goed uit. Ja, ja. Brittany, oké. Okay. Ik ben je tegengekomen op Instagram. Mm-hmm. En ik zag hetgeen dat je doet. En ik vond dat heel interessant. En ik dacht, ik nodig je uit om iets te vertellen, om hetgeen dat je doet bespreekbaar te maken. Dus voor zij die je nog niet kennen, kun je je een beetje voorstellen hetgeen dat je doet? Want je hebt een voltijdse job en je hebt iets dat je daarnaast doet. Ja. Dus voor de mensen die je niet kennen, van een keer uit te leggen wie dat je bent. Zeker. Dus ik ben Brittany. Ik ben 24 jaar. Ik werk nog in de zorg voltijds. Mm-hmm. Dus als zorgkundige, de mensen een beetje wassen en helpen. Een zware job. En dan buiten dat ben ik nog in bijberoep. Content creator. Ja. Dus zoals OnlyFans, Fancentro, zo die dingen. Ja, oké. Okay. Dus ik denk dat veel mensen dat niet verwachten van iemand die in de zorg werkt. Nee. Ja, in het begin gingen er wel een paar roddels rond. Ja. Bij ons op het werk dan. Ja. Dat velen konden er precies niet, die konden precies niet aanvaarden dat ik dat deed. Omdat dat niet past bij. Ja. Dat is zo van, alleen zoiets dat werkt hier. Hè. Dus... En dat werkt hier. Pas op, er gaan nu nog altijd wel roddels en jaloerse reacties en zo rond. Maar het trekt me dat wel minder aan. Zoals, in het begin was dat dan wel erg, maar nu vind ik dat eigenlijk niet. Ja. En als je... Misschien moeten we volledig in het begin beginnen, hè. Hoe kom je van Brittany naar, ik ga werken in als zorgkundige, naar content creator? Hoe is dat allemaal ontstaan? Kun je van in het begin beginnen, van vroeger, uw weg naar, naar het een naar het ander? En... Dat was eigenlijk gewoon via TikTok. Ik had dat gezien op TikTok, dat er zoveel vrouwen OnlyFans hadden. Ja. En dat die daar... En was dat dan in de coronaperiode? Omdat ik weet dat TikTok dan enorm is beginnen boomen. Ja, ik ben begonnen eind november 2021. Ja. Dus dat is zo wel wat... Eind. Ja. En ik zag dat die daar zoveel geld mee verdienen. Dus ik dacht, waarom zou ik dat ook een keer niet proberen? Hè? Ja. Altijd een leuke extra. Hè? Ja, en in het begin... Vlotte dat niet. Ja, je wist niet hoe dat werkte en hoe dat je fans moest krijgen. Wat dat in het begin ook heel bescheiden was. Ja, ik snap dat. Dus je kon je link ook nergens niet opzetten, dus je had ook geen reclame. Dus in het begin was dat wel zo wat zoeken. Ja. Ja. En hoe is je interesse in... Want ik ga nog meer naar achter, hè? Meer naar ervoor. Mm-hmm. Voor het TikTok gebeuren. Hoe is de interesse ontstaan in je job als zorgkundige? Goh, eigenlijk interesse. Dat was zo, op het schooljaar moesten wij kiezen tussen kantoor en verzorging. Ja. Dus ik heb dan maar verzorging gekozen en dan moest ik stage doen bij kindjes en bij bejaarden. Nu kinderen, dat lag mij helemaal niet. Dat is wel dat. Dus ben ik maar voor de bejaardenzorg gegaan. Ja. Ja, en ik ben daar eigenlijk zo wat blijven werken. Plakken, ja. Dus ik heb daar dan... In het rusthuis waar ik nu werk, heb ik altijd stage gedaan, vakantiewerk. Ja. En dan hebben die mij een vast contract aangeboden. En zo ben ik daar eigenlijk gestart. En ik werk daar ondertussen al 4 jaar, dus... Ja. Kan al tellen. Ja. Dus dat is dan ontstaan. Ja. En dan kan ik dan begrijpen dat dat was uit... in de corona, het is van alles, er is van alles gebeurd. Mensen zijn hun job kwijtgeraakt. En ik weet dat er heel veel begonnen zijn met OnlyFans, puur omdat het financieel moeilijk was. Ja.
Was dat voor u dan ook het geval? Dat je dacht van, oké, ik denk sowieso in de zorg, je haalt u een job bij. Ik denk niet dat er mensen zijn die eruit gegaan zijn in die periode. Nee, ik denk dat niet. Want ze hadden jullie echt wel nodig, hè? Ja, klopt. Dus je bent je job wel blijven uitoefenen. Maar was dat dan door, ik zit in financiële problemen, of gewoon ik wil meer verdienen en dit lijkt mij leuk om te doen? Ja, niet omdat ik in financiële problemen is, want ik woon ook nog thuis. Dus ja. Allee, ik geef wel af thuis, maar het is niet dat ik zoiets heb van, ja. ik kom tekort, maar het is altijd een leuk extra. Dus en, dat was puur uit? Ja, en ik ben dan iemand dat graag duur gaat eten en graag veel koopt. Dus dan is dat begrijp dat, ik. dat ken ik, herkenbaar. Ja. Daarom eigenlijk. Ja. Dus je bent daar... Dus je zag het dan op TikTok. Ja. En dan dacht je, waarom niet? Ja. Maar gewoon nog geheim houden. Ja, in het begin wel. Ja. En is er een reden waarom dat geheim moest blijven? Omdat ik vooral bang had voor de reacties. Voor de reactie van mijn mama dan vooral. En ja, gewoon de mensen rondom mij. En ja, dat mijn foto's de ronde zouden doen. En niet dat dat vandaag niet het geval is, want dat is vandaag wel het geval. Ja, ja. Maar ja, in het begin kon ik dat niet echt filteren dat zou gebeuren. Zo van, oh nee, die heeft OnlyFans. Ja. Dat is een echte ramp en dat is een echte schande. En ja, om duur ben ik dan toch daar maar open in geworden. Ja. Dus het is eigenlijk omdat het binnen de maatschappij is dat nogal iets taboe. Ja, als je dat doet, dan dus dat was eigenlijk hetgeen dat je wou... vermijden dat mensen u zouden aanstaren en zij doet dit en zij doet dat. Ja. En voor uw werk ook? Of zeiden nee, mijn werk, mijn voet was vooral mijn familie en mijn mama? Mijn werk ook wel, omdat ik dacht van dat mijn bazin mij daarvoor wel zou mijn ontslag zou kunnen geven. Omdat ze dan zoiets zou hebben van ja, dat is wel geen reclame voor bij ons zo. Ja. Maar uiteindelijk, Want als je ergens werkt, dan ben je eigenlijk een beetje het gezicht van het bedrijf. Ja. Je representeert wel. Ja. Ja. En, dus jij bent dat dan een beetje niet geniep. Ja, zo was stiekem, hè. En ja. Hoe deed je dat dan? Want dat is... mensen moeten er naartoe gaan, hè. Ja. Ze moeten daar echt op klikken, hè. Ja, dat is heel moeilijk. Ja, dus ze moeten je weg daar naartoe vinden. Had ik zo wel een paar mannen dat mij sowieso al lastig vielen voor zo van die dingen, hè. En dan stuurde ik daarnaar van, kijk, ik heb OnlyFans. En zo ben ik eigenlijk zo van fans geraakt, niet veel. Ja. 8 of 10. Ja. En dan heb ik een samenwerking gedaan met iemand die ook OnlyFans had. Ben ik met dat meisje beginnen foto's maken. En dan heb ik het eigenlijk echt bekendgemaakt dat ik OnlyFans had op mijn Instagram. En was dat omdat dat meisje het wel al bekend had gemaakt? Ja, ik denk dat wel. En dat je Ja, ik denk dat wel zo wat. Dat ik zoiets had van, kom. Ik kan er geen doekjes meer om binden. Ja. Dus ja. Dan heb ik wel heel veel fans bijgekregen. Ook door haar, omdat zij ook wel bekend was. Ja, dus... want dat is echt wel iets. Allee, ik moet dat hier wel even zeggen. Ja. Jij hebt, ik moet dat zeggen, ik moet je daar ook voor bedanken. Jij hebt wat volgers. Ja. Jij hebt dat dan gepost, dat je naar hier ging komen, dat je je verhaal ging vertellen. En dat is echt wel zo. Mijn gsm stond niet stil, hè. Gisteren, dat is ontploft. Dat was echt wel zo ping, ping, ping. Is beginnen volgen. Ja. En je ziet wel wat voor impact dat heeft als iemand die al een bepaalde lijst met volgers heeft, die dan iets post. En gisteren was dat al voorbij. Ik besefte waarom dat merken bijvoorbeeld graag samenwerken met influencers bijvoorbeeld. Ja. Omdat dat echt wel, dat heeft wel een impact. Ja, dat werkt echt wel. Ja. Ja. Dus jij hebt u dan ook enorm zien groeien dan in uw, ben ik dat gezegd, uw fans. Want als je spreekt over 8 à 10 klanten en je hebt dan die samenwerking gedaan. Ja. En dan is dat... ontploft, dan is het er echt wel... Ja. Ik heb, denk het meeste dat ik gehad heb, is nu 250 fans. Maar daar zit ik nu wel wat onder. Nu is dat 200. Ja. Maar dat zijn er voor mij nog genoeg. Dat mogen er altijd meer zijn. Ja, maar ja. Tot nu toe. Ja, ik ben wel blij. Dus nu het is dat... zo ontploft. Ja. En... dus, je ging het dan bekendmaken. Dan moet het gaan overbrengen naar familie. En vrienden? Dat heb ik in het begin niet gedaan. Dus omdat mijn mama niet actief is op sociale media, wist die ook van niks. En ik had zoiets van,
als ze mij daar ooit iets over vraagt, ga ik gewoon eerlijk zijn. Maar ik ga haar dan nog niet zeggen. Dus ja. Dat is, ja. De, maar Instagram, dat is en zeker de wereld waarin dan we leven. Je moet zelfs geen Instagram hebben, of je weet hoe dat is. Hè? Ja, ja. Je weet wat er allemaal gebeurt. Hoe is het? Want ik veronderstel dat dat de belangrijkste persoon is in je leven ook. Ja, ja. Hoe is dat dan ontstaan? Allee, hoe zei jij dat dan gaan vertellen aan je mama? Van kijk, ik moet hier wel iets vertellen. Of hoe is het uitgekomen? Onze buren eigenlijk. Ja. Die buren weer. Al, onze buren, ja, die had aan mijn mama al een keer gevraagd van is dat waar dat uw dochter foto's post in lingerie? En mijn ma wist al wel dat ik soms samenwerkingen deed. Met, op Instagram. Ja, met Hunke Müller of met Launch. En dan zo van, ja, soms moet ze dat wel een keer posten. Hè. Ja. En ik weet daarvan. En mijn ma is dat dan komen vertellen. En ik zeg, ja, dat is waar, ik post dingen in die lingerie. Maar ik had daar toen nog altijd niet gezegd dat ik OnlyFans had. En door bepaalde omstandigheden heb ik haar dat wel moeten zeggen. En in het begin was hij daar helemaal niet content van. Dat ze zoiets had van, ik heb gefaald als moeder. Ja. Want mijn dochter die doet zoiets. Ja. En die kan daar nu nog altijd niet mee om. Maar het is niet dat ze mij haat of dat ze mij daarvoor anders bekijkt. Maar ik zie dat wel als ik daarover praat. Dat ze... Ja, en waarom doe jij dat nu? En ja, allee, ze gaan mij daarvoor niet... Blijven, ja, dat wel. Is zo. Maar ja, het is niet dat ze daar fan van is. Nee, maar ja. Nee. Ja, ik begrijp haar reactie ergens wel. Ja. In dingen van... Je gaat dat rapper van een ander accepteren. Dus like, als je hier binnenkwam straks en ik vertel nu, ik zeg, ja, mij maakt het echt niet uit wat dat mensen doen voor een job. Zeg het, dat dat OnlyFans is, of escort, of wat dat... Allee, het maakt mij op zich niet uit. Maar ik heb twee dochters, moesten ze naar huis komen en zeggen van, ah mama, ik ga OnlyFans beginnen, of ik ga escort, of wat dan ook. Ik zou het moeilijk hebben. Ja, dat is en waar. Ik denk dat je als moeder een bepaald toekomst ziet dan voor je kind. Ja. En ja, zeker in de maatschappij, dan denkt hij al, oh, en die gaat ooit trouwen. En die gaat... Nu denk ik daar al anders over. Nu denk ik van, ze gaat zij doen wat ze wil doen. Maar ergens denkt ze wel van, oh, die gaan een goed leven hebben. En dan associeert je dat goed leven met, ze zal wel ooit trouwen, ze zal wel kinderen hebben. Ja, en een normale job gewoon. Een normale job, voilà. Ja. Dus ja, als zij naar huis komen en zeggen, ja, ik doe OnlyFans, dan is dat wel even, oei, hetgeen dat je had, dat toekomstperspectief dat je had voor je kinderen, ja, dat valt eigenlijk een beetje in elkaar. En dan denkt ze van, oei, en zeker als meisje, want ja, je bent dochter, hè? Je bent dan nog zo, ook al zei jij 24, ja, je bent nog haar baby, hè? Ja. Dus ja, zij ziet je nog altijd als, hey, ja, je babytijd en als mijn kind, ik moet haar beschermen. Ja. En moet eerlijk zeggen, het is een wereld waar dat, het is een gevaarlijke wereld, durf ik soms wel zeggen, omdat... Mannen en dan social media, wat er allemaal op opgesmeten wordt en zo. Dus ik begrijp het wel. Ja, ik begrijp haar ook wel langs de kant. Ja, ik zou misschien ook zo reageren, moest ik kinderen hebben. Maar mijn ma is altijd heel overbeschermend geweest. En ja, die heeft dat heel moeilijk met haar kinderen los te laten. Dus... Ja, ik snap dat wel. Ja. Ik snap het wel, ja. Maar ze... Heeft het ergens wel geaccepteerd? Ja, ze heeft het ergens wel geplaatst. Ja, dat denk ik wel. Ja. En maakt ze dat dan bespreekbaar? Als je iets wilt vertellen daarover? Of... Ja, ik praat daar eigenlijk niet over thuis. Ja. Dus, nee. En, want je vertelt je content creator, je zegt dan je OnlyFans en je zei nog iets anders dat ik niet ken. Ja, FanCentro, dat is eigenlijk hetzelfde. Dat is ook zo'n een online platform, maar dat is eigenlijk voor mensen die dat geen visa-kaart hebben en die kunnen dan gewoon met bankcontact betalen. Ja. Dat is toch... En eerst had ik alleen OnlyFans, maar dat ik zoveel vragen had van, ik heb geen visa. Ik zeg, ja, ik zal dat dan ook maar aanmaken. En, oh, dat is slim, hè, ja. Dat vlot ook heel goed, dus alleen is die firma, die nemen heel veel geld van u af. Veel meer als OnlyFans. Ja, dus... Dat is eigenlijk beter. Ja, dat is mijn visa betalen. Ja. Maar dat is waar. Je moet dat weer
toegankelijk maken voor iedereen. Hè? Ja, ja. En als je dan zegt, oh nee, ik doe enkel en alleen OnlyFans, dan gaat je een beetje aan beperken. Ja, ja, dan gaat mijn bereik wel minder zijn. Dus, ja, en je inkomen. Hè? Ja, ook. Ook, want er komt een stuk ook extra binnen. Ja. Dus op deze manier heb je dan je mama op de hoogte gebracht van, en dan familie. Goh, ik heb eigenlijk niet veel contact met mijn familie, maar ja, er zijn wel mensen die dat Instagram hebben en die dat ook wel al gezien hadden. Ja. Er zijn ook veel familieleden dat wouden stoken dan uiteindelijk, dus dat meteen tegen mijn mama wilde zeggen van ja. En ik zal het eens zeggen tegen je mama, die gaat daar niet mee kunnen lachen dat haar dochter in haar blote online staat, dat ik die echt heb moeten verwijderen uit mijn leven, want... Ja. Ja, en dat is dan allemaal de kant van mijn mama, want ja, mijn ouders zijn gescheiden. Ja. Ik zie mijn vader niet meer, dus de kant van mijn papa heb ik ook geen contact meer mee. Dus ja, veel familie heb ik daar eigenlijk niet moeten... Maar dat is zo typisch, hè. Dan heb je eigenlijk zo goed als geen contact met die mensen. Ja, en dan... Maar als er dan iets is, waar zij op kunnen wijzen, dan doen ze het wel. Ja. Hè? Dat is, ja jongens, toch oké. Dus op zich... Van familie, daar heb je eigenlijk niet van wakker gelegen. Nee, dat die mensen absoluut niet zeggen of denken, omdat je ze... Allee, ik heb daar nu wel van wakker gelegen, omdat ze effectief foto's hadden van mij, die dat iets of wat... Ja, die dan niet geschikt waren, dat mijn mama die moest zien. En dat ze echt wel dreigden van, ja, en ik ga dan een keer doorsturen. Dat ik zoiets had van, allee... Ja. Ik had wel wat schrik toen, zo van, ja, ik moet dat hier... Dat was zien deftig af te handelen, dat mijn ma niet... Ja, in het begin had ik daar wel... Ja, dus als ik het dan goed begrijp, uw mama heeft, ze weet het, maar ze heeft toch geen foto's gezien? Zij heeft wel al gewoon foto's van mijn shoots gezien. Ja. En ik zeg haar wel van... Ik zeg haar dan wel van, kijk, ik ga topless. Ja. Maar ja, die zegt daar eigenlijk niet zoveel op. Ja. Nee, oké. En ze vraagt ook niet om naar... Allee, eenmaal dat de fotoshoot gedaan is, vraagt zij ook niet van, en mag ik het resultaat zien? Nee, eigenlijk niet. Nee. Mijn ma is zo nonchalant, dat interesseert haar allemaal niet. Ja. Die is ook van de naaste stempel. Dus... En denk je dat ze niet vraagt naar de foto's, omdat ze niet geconfronteerd wilt worden met de feiten? Want ja, iets weten en iets zien, dat zijn nog altijd twee verschillende dingen. Ja. En als je iets weet, dan kun je een beetje leven in dat... Kun je eigenlijk blijven in de ontkenningsfase. Ja. Maar iets zien, dus dan zie je echt effectief beelden, foto's. Hè, ja. Dan is dat echt... Er wordt eigenlijk echt geconfronteerd van, kijk, het is echt wel zo. Ja. En dan komt de realiteit echt onder ogen. Ja, dat weet ik eigenlijk niet goed. Dat weet ik eigenlijk niet goed, ja. Nee, ik weet het niet goed, hoe dat ze denkt of wat ze daarmee... Ja. Maar ze toont ook geen verdriet of... Nee, helemaal niet. Oké. En de vrienden? Is dat iets chiller om te zeggen? Ja, in het begin waren er ook wel wat dat zo rare reacties gaven. Van, ja, kijk, dat is uw probleem. Ik zou dat nooit niet doen, maar... Als jij dat wilt doen. En ja, ook vrienden dat de dingen naar elkaar rondstuurden van mij. Zonder dat ik dat iets of wat wist. En dat mij dan komen zeggen van, zeg, ik heb een foto van u gezien. Hè. En in het begin was het zo van, ah ja. En nu is het zo van, oh ja, dat is goed. Hè. Ja, veel plezier ermee. Ja, dat is grappig. Ja, maar... Ja, over het algemeen wel positief. Die wouden daar ook alles over weten. Zo van, en hoe is dat? En is dat niet lastig? En ja, vooral dat zo, nieuwsgierigheid. Ja. Ja. Maar zo die verre kennissen... Ja, die hadden zo gezegd, die heeft OnlyFans. Heb je dat al gehoord? En zeker hier in Lebbeke. Ja. Klein gehuchtje dat... Dat mensen gewoon, dat ik echt het gevoel had van, die kijken naar mij omdat ik OnlyFans heb. Ja. Zo'n gevoel had ik wel, want ik moet maar in de winkel binnenstappen en ik heb direct ogen op mij. En dan weet ik wel zo van, ja. Maar het is ook, dat week is klein, hè. Ja. Het is hier klein en je ziet dat ook op vlak van kledij. Ja. Ik heb zo'n periode gehad dat ik veel kleur en print op print en dat zo heel... Ja. Je had mij gezien, dat. Ja. En als ik rondliep in Gent, in Antwerpen,
in Brussel. Dat was de normaalste zaak van de wereld. Ja, hè? Ja. En ik kreeg complimenten. En dan hier, ik ging gewoon al de koolruit binnen. En ik voelde dat. Je voelt dat, hè? Die zelfs in mijn rug. Hè? Oh, ja. Je weet dat, want die zijn aan het kijken of die zijn aan het praten over mij. Ja. En dat is gewoon omdat dat hier is zo klein. En met alle respect, maar sommigen niet allemaal natuurlijk, maar mensen die zijn hier geboren. Die zijn geboren hier ietsje verder, in Dendermonde. Ja. Die zijn hier opgegroeid, die zijn hier naar de crèche geweest, die zijn hier naar school geweest. Ja, en die leven ook alleen maar hier. Ja, dus die leren hier iemand kennen en dat is ook van Leibeke. Ja. En dan kopen die een huis weer in Leibeke. Dus hun wereld is eigenlijk heel beperkt, ja. Omdat die ook altijd hier zijn gebleven. Ja, dat klopt. Dus zij kennen, soms zeggen die, mensen die dan zeiden van iets ouder. Vroeger, hè, zijn die zo zwarte mensen, hè, Marokkaan, dat zag je niet veel in Leibeke. Ja, ja. En de afgelopen jaren, hè. Oh. Ja, dat is zo. Ik zit hier vol, hè. Ja, en ik moet er altijd mee lachen, omdat ik dan denk van, ik weet dat die dat niet slecht bedoelen, hè, maar nee. Dat is effectief zo, hè, want bijna 20 jaar geleden, als ik hier kwam wonen, dat was ook wel zo, ja, hè. Ja, tuurlijk, zo'n ja. Zwarte mensen. Op één hand, hè, kon ik ze tellen. En nu zijn nu er superveel. Ja, het is ja, zo. Ja, ja. Het is echt zo. Maar het is dat ik bedoel met hun leven is ook kleiner. Want zij gaan niet veel buiten Leibeke. Ja, dat klopt. Dus als jij dan afkomt met... Hey, ja, er woont iemand in Leibeke. En die OnlyFans, dan is dat echt een bom. Ja. En dan praten die daarover. En allee, pas op, zeker niet oké, hè. Nee, ja. Maar dan, ja... Ja, pas op. Van mij mag iedereen een mening hebben. Hè? Maar, ja, er is nog altijd een verschil tussen een mening hebben en echt haat geven. Hè? Dat is, daar is een groot verschil tussen. Hè? Ja. Ja, want dat is tijdens dan hun mening. En heb je mening goed? Ja. Maar het is dan de dingen die gezegd worden, want daar gaan we straks op terugkomen. Ja. Ik heb zoal dingen gelezen, dan ook op foto's bijvoorbeeld, en soms gaat dat er wel hard aan, hard, aan toe. Ja. Maar om dan even terug te keren op die vrienden. Is je vriendenlijst niet serieus wat verkort sinds dat je dit doet? Ik heb eigenlijk nooit niet heel veel vrienden gehad. Ik kan die maar op één hand tellen. Ja. En ik heb één beste vriendin waar ik eigenlijk alles mee doe. Ja. Waarmee dat ik op reis geweest ben, waarmee dat ik altijd ga eten. Ik heb ook twee moslimse vriendinnen. Ja. Waar ik ook veel mee wegga, waar ik ook mee samenwerk. Ja. Dus eentje daarvan, die werkt ook bij mij in Trusthuis. Dus ja, daar kom ik nog altijd heel goed mee overeen. Ja, die zijn dan wel al wat meer beperkt in het uitgaan en in het weggaan. Ja, omdat dat voor hun geloof is. Dat dan ja. Niet. Maar voor de rest, ja, ik zeg het. Ik heb, denk ik, 4 goede vriendinnen. Ja. En dat is ook genoeg. Ja, ik snap dat. Dat is ook genoeg voor mij. Ja. Ja. En die echte vrienden, als ik... Mag ik zo ja, noemen, ja. Hè? Die hem daar wel goed op reageert. Ja, eigenlijk wel, ja. Ja. Dat is eigenlijk gek, hè. Ja. Want je zou denken, iemand die zo gebonden is aan zijn geloof, ik denk dat veel mensen dat zouden denken, ja, ik dat persoonlijk zo echt, niet. Dat die maar, zeker in een taboe ja, leven. Hè? En dat hij zo zou zijn, maar jij doet dat of zo. Zo direct, ja, jij ja. Doet mijn vriendin niet zijn, want jij doet dat. En binnen mijn geloof is dat... Dat is een tuin, dat hoort ja, dat niet. Hoort niet. Dus ja. Ik ga afstand van u nemen. Maar het zijn juist zij die... Ja, ja. Die waren heel geïnteresseerd in... Ja, en hoe werkt dat? En, ja. Ja. Ja, die zeiden ook direct van... Wij gaan u daarvoor ook niet anders bekijken, omdat je dat doet. Hè. En dat zijn zij die... Dat zijn mensen die ja, ze ja. Echt op handen en voeten dragen. Want, hè. Ja, ik weet nooit niet hoe... Ja, wat dat ze echt denken. Snap je? Dus ik geloof in gewoon op hun woord, maar ze kunnen ja. Ook... Ja. Ja, ze maar kunnen ook nog altijd iets anders denken. Ja, maar dat is het, hè. Ze mogen iets anders denken. Hè? Want ja. Het is niet dat jij dat goed vindt, dat je daar goed voelt. Ja. Goed bij voelt, dat een ander zou zeggen van... Ah ja, ik vind dat ook goed. Nee, dat zij een mening daarover hebben. Op zich oké. Maar gelijk dat je zegt, is de manier waarop. Ja, en want stel dat ik zoiets zou hebben van... Oh, jij doet dat. Oh, ik vind dat eigenlijk niet... Ik vind dat niet hoort. Mm-hmm. Maar ja, als je dat wilt doen, ja, dan moet je dat zelf weten. Dan ja. Vind ik dat dat eigenlijk heel correct is. Ja, sowieso, maar mensen ja. Die dan zoiets hebben van... jij doet dat, ik vind dat vies of ik vind dat ik weet niet wat. En ja. Die dan echt gaan uitschelden en dit en dat. En, ja. En, want dat is wel iets... op je social media...
zie je wel reacties die hard zijn. Hè? Heel veel, vooral. En vies en zo. Allee, ja. Dat je echt precies een seksueel object bent, puur ja. Omdat je je OnlyFans hebt. En ja, je moet er... Of dat van... Mijn mannen reageren dan op je foto's. Ja. En mannen kunnen soms zo echt wel... Ja. En dat de anderen dan... Allee, dat vrouwen dan nog, hè, zeggen van... Ja, je hebt dan OnlyFans, ja, wat verwacht het dan? Ja, dus eigenlijk trekt de zo'n man aan. Ja. Maar ik vind, het is niet omdat je OnlyFans hebt, dat je open staat om zomaar alle dagen dickpics te krijgen. En, ja. En van, oh ja, ik krijg echt van alle vieze dingen. Zelfs mannen die vragen om op hun te kakken en te pissen. Schek, dat is echt... Ja, dat is zo, allemaal niet zo'n fetisch. Ja, inderdaad. Dat is ja. Gek, hè? En ook ja, verwijten van kanker, hoer. Slet. Je kunt niks anders doen daarmee dat je OnlyFans doet. Dat zijn ook mensen die helemaal niks weten over mijn leven. En dat zie ik ook op TikTok super vaak. Dat mensen zien ene video van mij en die denken dat die is zo en die is ja. Zo. Ja. Ja, en met je plastic gezicht en met al je schmink. En dat ik dan zoiets heb van, draag niks. Ik heb geen schmink op. Ik heb dat ook al bij. Ik denk, mensen hebben zo'n bepaald beeld, maar dat is door die porno, hè. Dat ze zo'n een bepaald beeld hebben van ja. Hè, dat ja. Is toch, hè, ook op hetgeen dat je ziet op tv, hè, dat er dan hè, een sekswerker keihard opgemaakt en mensen linken dat dan aan elkaar. Omdat ja. Die een sekswerker is, omdat die escort is, omdat ik weet niet wat. Ja. Dus die gaat daar, terwijl... Ja, nee, dat is gewoon een keuze. Hè. Geen make-up. Nee, ja, ik heb hier zelfs een dikke paasdepelk opgevoed, ook niet gezien. Dat is gek, hè? Dat is oké, okay, dat je er op een bepaald moment soms niet goed uitziet. Ja, ik denk dat iedereen dat wel een keer heeft. Ja. En dat je dan zo'n reacties krijgt van zeg, je zegt kans van plastic. En dan zijn ook wel veel vrouwen dat zo reageren, want ik heb dan ook behind the scenes van mijn shoots en dan vrouwen, ja, en zie ze daar nu een keer staan en schaamde jij je niet? Allemaal zo verzuurd en jaloers. Ja. Ja. Omdat ze zelf de stap niet willen of durven zetten, denk ik. Dat is eigenlijk hetgeen dat ik denk. Als ik die reacties lees op uw Instagram, dan zeg ik altijd tegen mijn man van, ik denk, hè, moest dat een job zijn die genormaliseerd wordt, hè, zoals een leerkracht zijn of dokter of whatever, hè, dat er veel meer mensen zijn die dat zouden doen. Ja, zouden doen en die dat niet geheim zouden houden. Want ik ben ervan overtuigd, en ik weet dat ook, er zijn heel veel mensen die het doen, maar die dat geheim houden. Ja, en overdag de normale job. Ja. En dan, s'avonds zijn die escort, of doen die eigenlijk hier die content, en of zo webcam, dat die dat doen. Maar dat is dan een geheim. Maar zou dat genormaliseerd worden, ben ik ervan overtuigd, zouden heel veel mensen zijn die het doen. Ja, sowieso. Echt dat is zo, want het is ook easy money, hè. Dus... Ja... En er zijn veel mensen dat ook gedaan hebben, omdat ze gewoon zo hard in de shit zitten. Dat ze ook in die corona, hè. Om daar echt uit te komen. En ja. Dat is echt bevestigd dat daar mensen gewoon uitkomen, hè. Dat zo... Allee, er zijn mensen dat daarmee een huis kopen, dat daarmee gewoon happy leven. Ja. Ja, dat is zo. Waarom niet? Ja. Ik denk dat dat ook zo, dat jaloers... Allee, ja. Zo van, ja, zij kan dat doen... En ik voel me misschien niet mooi genoeg. Ja, of ik voel me niet zelfzeker genoeg. Want daar krijg ik ook veel vragen aan. Van, hoe zijn jij zo zelfzeker geworden? En dat zie ik veel op u. Als je zo question en ask en dingetjes doet. Ja, ik heb daar eigenlijk niet echt een antwoord op. Ik heb mij wel altijd onzeker gevoeld over mijn borsten. En daar heb ik iets aan laten doen. Ja. Maar het is niet dat ik zoiets heb van... Oh ja, en dan voel ik mij... De vrouw, ja, omdat je dat, ja. Grotere borsten hebt. Nee, ik vind, als je onzeker bent en je kunt er iets aan doen, moet je dat zeker doen. Ja, ook altijd. En al is dat 10 kilo schmink of ja... Pas op, ik ben geen fan van filters, hè. Nee. Op Instagram en ja, gewoon... Ja, puur zijn, natuurlijk. Ja. Ja. Ja, want ja, dan draai je eigenlijk een masker en je ziet die mensen dan in het echte dan... Oei, ja, dat oei, is ik zeg dat vaak, hè. Oei. Dat ook op mijn foto's ook, hè. Als ik iets post op Instagram, ik doe dat niet met filter. Nee, zo'n keer, ook, ja. Als wat donker is, wat meer licht. Ja, maar echt zo van die face-ups. Ja, waar je dan wimpers of je hebt zo gelijk een contour. Ja, en je hebt ineens super dikke lippen en geen enkel vleksje, geen enkel puistje. Als je die dan in het echt ziet, dan verschieten wel even. Dat is, en dat is jammer, ja.
over dat plastische chirurgie, hè, daar ga ik op terugkomen. Ja. Want dat is ook iets dat interessant is, ja, in die wereld ook zeker. Ja. Om terug te komen op die ja, pesterij, ik had zo zeggen, want dat is ook echt zo, dat is echt pesterij. Ja, ja, dat is pesterij, ja. Hoe ga je daarmee om? Want jij komt wel over als iemand die, je staat er wel, hè? Ja. Je staat achter hetgeen dat je doet. Ja. Je hebt wel zelfvertrouwen, maar ik ben ervan overtuigd dat er soms dingen kunnen gezegd worden die echt heel kwetsend zijn. Ja. Ja. En op een duur, en dat wordt vandaag gezegd, en morgen, en nog een keer, en nog een keer. En op een duur, allee, je kunt ook maar... Ja, 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 er is zo'n limiet dat, ja, je kunt... Ja. Ja. Ja, ja, er zijn wel dingen. Gelijk als mensen die dat eigenlijk niks weten over mij, maar dat toch beginnen over mijn vader dan. Ja. Omdat ze één klein dingetje hebben gehoord in een TikTok van mij. Ja. Is dat van, ja, en je ziet dat je geen vader hebt gehad, want ja, je hebt geen opvoeding, ja, gehad. Ja, 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 die link. Terwijl dat ze daar eigenlijk niks van weten, want ik heb dan ook heel mijn verhaal gedaan over dat mijn ouders uiteen zijn, dat ik nooit iets heb gehad aan mijn vader. En ja, dat mijn vader dat dan een alcoholieker is en zo. En ik heb gans mijn verhaal gedaan. Ik heb er ook heel veel steun van gekregen. En daarna, ja, is die haat over mijn ouders wel zo wat... Ja, en dat ik een mama's kindje ben. Dat ik nog bij mijn mama woon. Hotel mama, hè, en ze heeft het goed. Je bent 24. Ja, en dat was echt al een oudere vrouw, denk ik. Want ja, die had ook al kinderen. Die was getrouwd. En die bleef maar haten en die bleef maar reageren. Ja, en jij met je lelijke littekens overal. En ja, dat was echt verschrikkelijk. Dat ik zoiets had van, ik moet dat hier afblokken, want die weet van geen ophouden. En zo zijn er heel veel, hè, dat gewoon blijven... Doordoen, hè? Op elke video dan van, trekt op niks, schminkpop en... En is niet grotendeels de vrouwen? Ja, ja, maar ook wel kinderen. Kinderen, ja. TikTok zit vol kinderen. Kinderen, ja. En op Instagram ook kinderen, of...? Op Instagram, ja, dat zijn meer mannen en vrouwen dan, maar op Instagram valt die haat wel mee. Nu, het is wel zo, ik heb heel veel berichtverzoeken dat ik niet open... Ja. Ja, anders ben ik de hele dag bezig. Dan moet je daar redelijk voltijds een job van maken. Zijn er zo mensen van, als je niet reageert, zet een hoer, zet een slut. Ja. Zo, of ze vragen om af te spreken en je zegt nee. En ja, dan is het van, doe niet zo high-class. En, ja, het is niet omdat ik iets niet wil. Ja, allee, ja, ik heb nog altijd een eigen keuze en een eigen mening. Dus, dat is gek, hè? Ja. Dus dan krijg je verwijten naar je kop, ja, dat is zo. Hè. En hoe ga je daarmee om? Ja, Ga je naar... want dat ook hoor ik veel van mensen die in deze sector zitten. Dat ze om zoveel tijd op gesprek gaan bij een psycholoog, bij een lifecoach, bij noem maar op, om dat te kunnen plukken. Ik ben met een eigen lifecoach, hè. Ja, dus je kan daar niet van doen. Nee, je kunt dat allemaal goed relativeren. Ja, 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 ja. Ik zit die gewoon op hun plek. Ja. En als ze mij tegensteekt, blokkeer ik die. Ja, okay. En meestal zet ik die nog een keer openbaar op mijn verhaal. Dat ik goed belachelijk kan maken. En dan stoppen die gewoon. Ja. Ja. Ja, en dan komen ze meestal achteraf sorry zeggen. Maar daar heb ik ook zoiets van, nee. Al die negativiteit, ik heb dat echt niet nodig. Ja. Want ik haat dat echt. Dus dat, en het is niet dat je ze persoonlijk kent, om dan zo'n heel gesprek mee te aanvoeren van ja, waarom doe je dat? Of dan is het beter, ik zet er u uit en voilà, het is gedaan. Ja, ja, voilà. Okay. Ik ga er wel positief mee om. Ja, ja. Het is niet dat dat mij dagelijks zo van, oh nee, wat hebben die nu gezegd? En... Ja, nee. Nee. Maar is dat dan ook niet... Omdat je weet van, kijk, mijn mama weet het, mijn vrienden weten het, mijn werk weet dat je eigenlijk, je bent niemand iets verschuldigd. Of met chantage om te gaan of zo. Want iedereen weet het ook, het is openbaar. Ja, 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 ja. Dus op zich, het is niet dat je iets te verliezen hebt. Nee, zeker. Ik heb ook niks te verbergen. Hè. Nee. Ik ben overal te zien, blijkbaar. Ik heb vroeger atletiek gedaan, hè, en blijkbaar is dat dus zo, als je mij googelt, dat dat allemaal naar boven komt. Dus vanaf dat je het zet, op social media of zo. En dan, ik krijg ook heel veel van, ik heb u gezien op Reddit. Of ik heb u gezien op die site, ja. Wat ben ik daarmee dat jij mij dat komt zeggen? Ik vind dat altijd leuk als mensen mij dat komen zeggen, maar dan moet ik ook weten wie dat doet. Ja. Want OnlyFans en Fancentro en al die shit is niet veilig.
Iedereen kan screenshots nemen, iedereen kan videoopname nemen. Ja. En dat kan overal opgezet worden. En ja, dat kan onder een anonieme naam. Je weet nooit wie dat zoiets doet. En dan van, ja, ik heb je op dit gezien. Ja, ja, dat is oud nieuws. Ik weet dat wel. Ja, ja, tuurlijk. Hè, ja. En dan zo, ja, ja, maar ik kom het u maar zeggen. Ja, oké, okay, bedankt. Dat is wel, het maar, is daar. Ja, ik ben daar niks, ja, ik ben daar niks mee. Nee, ja. Nee. En Thijs is dat nog niet gevraagd. Ik terug even keren naar uw werk. Ja. Hoe hebben zij gereageerd als ze zij erachter gekomen zijn? Hebben zij daar niet over aangesproken? Of? Dus wij werken dus met een officiële baas. En dan hebben wij nog hoofden, dus hoofdverpleegkundigen. Ja. Die praten daar met mij wel over. Maar mijn echte baas heeft daar nooit met mij over gepraat. En die doet ook nog altijd vriendelijk tegen mij. Ik denk wel dat die dat weet. Ja. Maar die heeft zoiets van, dat is haar privé en ze doet wat ze wil in haar privé. Ik breng dat ook niet mee naar mijn werk. Ja, ja, uiteraard. Dus dat ik daar foto's stond te pakken op mijn werk. Ja, dat is dat. Ja. Nee. Ja. Het is goed dat je dat gescheiden had en zo zou het ook wel moeten. Ja, tuurlijk. Want het een is je één job en het ander is weer het ander. Ik wil ook mijn hoofdjob niet opgeven, hè, want ja, dat is allemaal leuk, hè, maar lang gaat duren, het is geen zekerheid. Ja, hè. Dat kan dat. De ene maand zoveel zijn, de andere maand zoveel. En je kunt in één keer al je fans kwijt zijn en dan zitten daar, hè. Dat weet zonder niet, job. Hè. Dat is zo. Hè. Dus ja, nee, ik blijf gewoon altijd nog een ander job doen. Je weet niet hoe lang dat gaat duren. Nee. Maar vind je dat niet? Ik vind dat goed, hè, dat u eigenlijk de zaakvoerder u nooit heeft aangesproken. Maar vind je dat niet aan de andere kant? Dat is misschien hoe ik persoonlijk in elkaar zit. Ja. Dat ik denk van ja, ik zou dan wel graag zo bij hun aan tafel gezeten hebben. Maar ja, ik ben zo, hè. En dan gewoon zeggen van, zeg het. Ik weet dat je het weet. Zodat, van ja, kijk, laten we er gewoon één keer over babbelen. En dan zeg het gewoon. En dan, jij hebt gezegd wat je te zeggen had. Ik heb gezegd wat ik te zeggen had. En voilà. Ja. Zou dat dan niet? Nee, ik had dat dan wel vooral met mijn collega's. Ja. Het zit daar vol vrouwen in een rusthuis. Ja. En daar heb ik het heel, heel moeilijk mee gehad. Want ik stond echt op punt om mijn ontslag te geven toen. Omdat er zoveel haat was. En dat echt collega's aan het wachten waren. Totdat ik iets ging posten. Om echt te zeggen van, kijk, ze heeft er weer iets opgezet. In haar rood setje, in haar zwart setje. Dat ik echt zoiets had van, ik kan hier gewoon niet meer normaal binnenkomen. Ja. Of iedereen kijkt naar mij. En denkt dat ik weet niet wat gedaan heb. Ja. Er gingen zelfs foto's rond, video's rond. Ja, dan had ik het echt wel even gehad. Ja. En dan heb ik me daarbij neergelegd. Zo van, ja, dat is normaal hè, dat die mensen dingen gaan zien. Maar het was de manier waarop dan, dat ze achter mij had. Dat ze die foto's aan iedereen gingen laten zien in het rusthuis. En dat is eigenlijk ook, dat is best gedrag. Ja, dat en is... eigenlijk kan dat niet zijn, hè. Dus nee, je had ook de verdere stappen kunnen ondernemen om. Eigenlijk is dat echt niet oké, okay, nee, dat was niet oké, okay, ook niet. Wat is niet dat je gevraagd hebt aan je hoofdverpleegster, dus eigenlijk de leidinggevende van je afdeling, mag je dat dan noemen? Ja, we hebben er in totaal drie, maar ja, voor de moment nog maar eentje. Maar er waren er toen twee waar ik heel goed mee overeenkwam en daar kostte ik wel over praten. En die zeiden mij altijd eerlijk van, kijk Brittany, we hebben dit en dat gehoord, let toch al wat op. Let op. Maar ik zei gewoon van, ja kijk, dat is wie dat ik ben. Hè. Ik zeg, en ik vind het gewoon jammer dat ik daar op zo'n manier moet achterkomen, dat ze achter mij gaat hier aan iedereen alles laten zien. Ja. Van mij mag iedereen alles zien, hè. Maar niet op maar zo'n niet manier. Zo, ja. Dus, en nu is dat eigenlijk allemaal zo wat voorbij gevlogen. Ja. Ja, dat is het is dan zo als vers. Nu zijn ze zo wat geïnteresseerd en hoe is het ermee, maar ik probeer wel daar gewoon goed. Ja. Want je hebt heel veel misgunners en je hebt heel veel mensen dat je niks gunnen in het leven. Dus ik heb daar wel uit geleerd dat je niet alles moet vertellen. Of ze vragen het u van en hoe is het ermee? Ja. En je denkt dan van, ach, die had je goed voor met mij. Ja, en dan achteraf hoor ik dan van, ja, die Brittany, met haar wil ik niet omgaan. Dat is een slecht film, daar wil ik niet omgaan of ik kan die niet af. Maar dan tegen mij wel liggen, lopen zeveren en lachen. En ja, dat zijn dingen waar ik niet tegen kan. Hè. Ja. Zet dan gewoon oprecht. Zeg, ja, voilà, het is dat. Ik ben ook zo. Dan weet je waar je staat. Vandaar ook dat ik dacht van, willen dat niet zo'n een beetje confrontatie hè, met de zaakvoerder of met je collega's? Van, zeg het gewoon wat je te zeggen hebt en dan kunnen we dat afsluiten en dan gaan we verder. Ja, ik weet niet. Ja, ik ben meestal in dat zo
niet direct de confrontatie aangaat. Want ik heb een grote mond, hè. Ja. En ik zal mij niet laten doen, maar ja. ik vermijd ruzie en ik vermijd drama. Ja, ja, ja. Dus dan heb je wel liever gewoon even, doe maar. Ja. En dan zijn dat even die verwijten en dit en dat. Ja, en dat blijft en dan zo even verder. Ja. Want ja, nu heeft dat weer een tijd stilgelegen en nu hoor ik weer van collega's van ja, ze hebben over u gepraat en over hun OnlyFans en dat ze u eigenlijk niet af kunnen. Ja, ja, wat moet ik daaraan doen? Ja. Dus dat is spijtig ook, hè, want... Ja, in het begin is dat heel moeilijk, want dan... Ja, ze tonen alsof dat ze geïnteresseerd zijn in hun leven, maar dat is eigenlijk om er gewoon achteraf over te kunnen praten. Kunnen praten, ja. En zijn... juicy, ja, juicy details, in, ja. Voor dan erachter, want ja, kun je altijd over hetzelfde. Dus er moet iets naar boven komen voor dan verder te kunnen roddelen. Ja, sommige mensen leven daarvoor, om gewoon echt te kunnen praten over anderen. Je zou echt denken dat je leven dan saai... Allee, dat, want ja, je moet ja, ook dat dat van een andere... vrees saai leven hebben, dat je al je tijd en je energie daarin steekt. Ja. Want sommigen echt, en ze gaat dan op uw Instagram en ze volgen u niet. Hè, nee, maar echt, alles, maar ze weten alles. En echt als ze effectief liggen wachten van, ja, ze heeft ze niet opgezet. Hè. Ja. En je moet een keer zien. Hè. Ja, dat is echt ziek. Dat je denkt van, allee, heb jij niets beters te doen? Ik vind dat echt ziek. En dat doen er heel veel, hè, want ik kan dat dan zien. Ik heb een professioneel account. Ja. Welke mensen dat mij niet volgen. En dat zijn er echt bijna een helft van mijn kijkers. Dus 100, 200... kijkers aan mij niet volgen. Dat is gek, en dat zijn ook altijd dezelfde vrouwen. Dat ik dan zoiets heb van... En dat ik dan zou willen vragen van... Zeg, ik zie nu altijd passeren. Wat doe jij hier op mijn verhaal? En dan is dat mis. Ah nee, ik kwam je gewoon een keer tegen. Als ik dan zeg van... Ja, maar je komt er alle dagen op. Zijn antwoorden zijn er meer. Ah, ja, tuurlijk. Ja. En pas op, en dat zijn die dat dan... Eigenlijk naar u opkijken, maar dat jaloers reageren, hè. Maar dat is vrouwen, hè. Die zitten echt... Is dat raar in elkaar? Ja, in elkaar, hè. Want die zouden dan opkijken naar iemand. Ja. Maar... Ja, ze vertikken het om dan te vragen van... Ja. Van waar heb je dat? Of je ziet er een keer goed uit. Ja. Een complimentje geven. En mannen, die zeggen dat dan veel rapper. Ja, ja. Ze snapten, oh, is er goed uit. Oh, die zijn daar... Ja, vrouwen hebben nog altijd iets van, die mag niet beter zijn dan mij. En dat zo zie echt, ik is een heel veel in competitie. Ja. Bij mij maakt dat allemaal niet uit. Nee, ik kan dat wel aanvaarden, dat er knappere zijn en dat er betere zijn. Ik ben gewoon mijn eigen. Dat is dat. En uiteindelijk, hetgeen dat je hebt, kunnen ze ook hebben. Dat OnlyFans, dat kunnen zij ook maken. Tuurlijk, ja. Dit, allee, bedoel, het is... Maar toch, hè. Ja. Toch blijft dat zo spijtig, hè. Ja, dat is... Oké. En ik denk wel dat, want ja, mannen, en die gezult wel zo, toch? Mannen zien zo een beetje maar toch. Als een godin zien, is dat niet zo? Geeft dat niet een boost aan jezelf? Ja, maar ik denk dat vooral op het gebied van seks is dan. Ja, mannen denken, ja. OnlyFans, dus dat is hier. Ja. Amai, dat is hier een echte pornoster. Dat zeg ik ook wel vaak van, ik ben geen pornoactrice of ik ben geen escorten, hè. Want dat vragen er daar ook veel. Spreek dat af en ik ga je zoveel geld geven. En die weten dan echt van geen ophouden. Ook al zeg ik van nee, ik doe geen dates. Ja. Ik spreek niet af met mannen. Ik vind dat allemaal heel onveilig. Je weet het niet. Je weet nooit. Er kan altijd iemand zeggen van we gaan alleen gaan eten. En je gaat daar alleen en je komt nooit meer terug. Hè. Je weet dat niet. Hè. Dus ik doe dat niet. Maar ook heel veel mannen dat dan zeggen van... Ik ga geen relatie aangaan met iemand die OnlyFans heeft. En dat hoor ik zo vaak. Zo van mannen waarmee ik dan op date ga. En die kameraad daarvan zegt, kun je daar wel mee om? Dat die naar een blote staat en dat iedereen haar al gezien heeft. Ja. Ik heb geen gevoelens hè, voor mijn fans. Voor mij is dat ook gewoon maar mijn job. Job, ja. En dat veel... Pas op, ik versta dat wel. Hè, dat een man zoiets heeft van, ik wil mijn vrouw alleen voor mij alleen. Ja, maar ik zeg het... Dat is zoiets. Ja. Als je een relatie wil, dan had je echt al iemand moeten nemen die zoiets heeft van die eigenlijk die twee zaken uit elkaar kan halen. Ja. Want oké, dat is haar een job en dat is niet meer dan dat. Mm-hmm. En dan als wij samen zijn. Ja, dan is ze ook alleen voor ja, mij. Voilà. Ja, voilà. En het is niet. Gewoon al die twee zaken uit elkaar kan houden. Ja. Want dat is weer een mentaliteit, niet iedereen heeft die. Dus ja.
het zal ook moeilijk, allee, denk ik, hè, moeilijker zijn om iemand te vinden die gewoon een beetje down to earth is en die zegt van, is dit en dat is dat. Ja, want zo spreekt mijn mama dan ook. En mijn mama die denkt dat ik nooit meer van de straat ga geraken. Hè. Ja, wie wil dat nu, zegt ze. Hè? Maar ja, mijn ma. En ja, ik snap dat langs de kant, maar ik zeg, mama, we zijn wel 2000... Ja. Allee, ja. Ja. Zoveel. 2024 of is het al 23? 23. Oeps. Ja, het koopt rustig. En ja, dat ik dan zoiets heb van, ja, moeder. Ja. Ja, en ik snap dat wel, hè, dat sommige mannen daar niet mee akkoord kunnen gaan, maar als je echt wel volwassen genoeg bent, denk ik wel, of je het geen mannen dat zeggen van, oh ja, ik zou meedoen. Ik zou meedoen met mijn partner. Ah, welke dat ik zeg, hè, voilà. Het is zo die mentaliteit. Ja. Dus ja, ze zijn er, hè. Ik ben zeker dat ze bestaan, ja, hè. Ja. Maar ja, gaat dat, het zal misschien een beetje meer zoeken worden, want ja, de meeste mensen, die passen al zo echt binnen streepjes, hè. Ja, dat is niet... Dus nee, voilà. Maar ik vind het gewoon vreemd, want als je met iemand gaat afspreken, dan zoekt je die toch op. Zo social media of ja, zo. Ja, dat heb ik ook wel al gehad. Dat mannen, dus ze weten van in het begin dat ik OnlyFans heb. Voilà. Ze daten met mij, ja. Ze blokken af. En achteraf is het was je een OnlyFans. Ja, maar manneke, je weet het, hè. Je weet dat op voorhand, hè. En dan moeten mij nu niet gaan zeggen dat je daar last van hebt, hè. Allee, ja. Dus, ja. Ja, ik zou bijna durven denken dat die andere intenties hadden. Ja, ja, tuurlijk, om gewoon een keer snelle wip. Ja. En dat is ja, bij... en om dat te kunnen zeggen, van, oh ja, ik heb die al gehad. Ja. Toch? Dat is bij heel veel zo, hè. Maar het is je bent dan echt op je hoede, niet? Ja, sowieso. Als je dan een relatie begint, dat je dan misschien echt gaat nadenken vooraleer dat je zo... Ja, dat er iets of wat van seksueel contact is, omdat je denkt, van, is dat dan wel oprecht? Of ja. Is dat gewoon om dat niet te kunnen zeggen van, ah ja, ik heb het niet al gehad. Mm-hmm. Hey, ah, die van, ah ja, ik heb die al gehad. Ja, daarmee, ik durf het bijna niet zeggen, maar ik weet niet of ik ooit nog iemand zou vinden. Dat echt... Maar jawel, daar ben ik van overtuigd. We vragen mij zoveel om te daten en om te doen en ja... Je zegt zo van, ja, is het op... Ik denk in uw situatie dat je gewoon voorzichtiger moet zijn. Ja, nee? En ik vind dat dan erg van, want... Ah, ze doen OnlyFans, dus we zien die gewoon als lustobject. Ja, dat. Dat vooral. Dat, ja. Ja, en ja. Dat vind ik dan ook wel jammer, want er is naast mijn OnlyFans, ben ik het ja, gewoon, hè. Ja, is dat. Ja, maar die denken waarschijnlijk van... als ze u gaan zien, dat dat... Allee, ik weet ja, niet ja, wat... Ja, dat en dat die zien in lingerie. Ja. Of dat die ook denken van, ja, en als ik daar seks mee ga, dan ga ik weet niet wat zijn, maar je blijft nog altijd een mens, hè. Ja, natuurlijk, ja. Dat is toch ongelooflijk, ja, dat is gelijk als mensen dan mij dan... Je kunt zo custom-made video's dan, dat ja. Vragen ze dan ook. Ja, ja, ik beslis nog altijd wat ik doe. Als er iemand mij morgen vraagt om op hem te plassen, ik ga van nee zeggen. Het is niet van, oh ja, nee zeg, en je vraagt me daar 1 miljoen euro voor. Ja, dat ga ik doen, hè. Ja, dat ja, mag zoveel ja. Geld zijn als het dat wilt. Je moet altijd nog een grens hebben voor je eigen, vind dat ik. Dat is zo, hè. Ja. Dat is zo. En als ik dan terug ga naar dat zelfvertrouwen. Ja. Want je sprak over een borstvergroting dat je gedaan hebt. Was dat iets dat je dacht van... dat komt iets vollere borst, dat komt beter tot zijn recht in een BH? Of ik draag meestal geen content. BH, dus dat is niet... Nee, maar ik bedoel, omdat je zegt, ik doe mijn ja. Lingerie. Ja, het is sowieso mooier in alles. En ik had dat wel al heel lang. Maar dat wel. Ik kon daar wel... Ik kon me daar wel in settelen van... Oké, ik heb geen borsten en that's it. Ja. Ik heb nooit zoiets gehad van... Oh, ik moet dat nu hebben. Ja, dat moet nemen. Nee, ja. Ik had dat geld en ik dacht, nu is het moment. En natuurlijk met het geld van OnlyFans ja, heb ja, ik mijn borsten betaald. En dat was vrij gemakkelijk, ja. En nu ook. Ik ben in elk kleedje content. Ik ben, ja... En pas op, dat moet niet groot zijn, hè, want dat vind ik dan ook weer lelijk. Zo vrouwen dat buiten hun ja, proportie... Ja, proportie, ja. Want een arts, allee, uw chirurg zegt dat ook altijd, hè. Ja. Want ik kost ook kiezen tussen twee maten. Ik kost een maat groter nemen. En ze zei ook zelf tegen mij van, het was te... En ik ben ook content dat dat zo iemand was. Dat ze echt wel zei van, het was gewoon te... Nee, maar ik zeg het... Ja. Nee, want hij podcast doet zonder taboe, dus die zegt ook zonder taboe. Ik heb ook een borstvergroting gedaan. Ah, ja, oké. Okay. Nee, dus nee. Al, en ja. En ik heb twee kindjes gehad, dus als je borstvoeding geeft, en je lichaam gaat ook ja, een ja, dat veranderen. Verandert, hè? Ja. En ik had nog mijn BH's van voor de zwangerschap.
En ik heb ze meegepakt en ik heb gezegd tegen mijn chirurg, ik zeg, kijk, dit is hetgeen dat ik moet hebben. Ik moet niet twee dikke soezen hebben, ik moet gewoon hetzelfde, ja, hetgeen dat ik had. En dan ben ik begin passen, die zei ook, ja, dat lint is precies iets groter, mm-hmm, en ze stak ze echt in mijn BH van vroeger. Ja, 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 ja. Dus ik begrijp dat je zegt, ik heb dit echt puur voor mezelf, ja, gedaan. Ja, natuurlijk, want maar zo zie je ook het verschil. Mensen dat hun borsten altijd gaan laten zien, die hebben dat niet voor hunzelf, nee, gedaan. Nee, nee, het is echt zo. En ik moet altijd gedecolteerd zijn, ja, en je moet ze altijd, ja, 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 zien. Ja, ja, nee, dan, nee, dan weten dat dat voor, ja, voor dat voor mannen is of voor is, aandacht. Ja, hè. Ja. Want gelijk dat gezegd ook, in een kleedje of in ik ben content, dat is echt wel zo. Hè. Het, ja, verschil. Het zal, alles is, ja. Ja, en ik denk ook van, als je, want bij mij was dat echt, dat was een hel, hè. Als je hangende borsten hebt en het is warm, je moet ze heffen voor je zweet. Allee, dat is ja, 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 ja. Mentaal heeft dat ook een impact op je. Tuurlijk, want tuurlijk. Je voelt je dan je niet vrouw. Je beter, ja. Ja, en als je je borsten hebt, dan voel je gewoon, ja, meer vrouw. Ja, ja, tuurlijk. Ja. Ja, dat is iets dat veel mensen niet snappen. Hè. Zo van, als je geen borsten hebt, dan... Ja, dan voel je zo precies lelijk, ja, hè. Zo, ja, ja, je voelt je gewoon niet... Ja, compleet. Precies, ja, er ontbreekt gelijk, ja, iets. Hè. Dus gelijk dat jongens, mannen, die bijvoorbeeld geboren worden als mannen, mm-hmm, maar die dan na zoveel tijd gevoel hebben van, ja, nee, ik voel mij vrouw. Mm-hmm. Maar dat is ook zo, ik voel dat er, ja, ik ben niet compleet, ik voel mij niet in mezelf. Of dat is het gevoel dat ik had, hè. Ik voel mij niet in mezelf. Ja, ja. Ja, dat is zo. Dus, ja. Ja, je bent super content dan, hè, als je dat hebt. Dat is het. Maar je bent geraakt wel heel snel gewend, want nu, ja, nu vind ik ze al terug te klein. Ja, ja. En iemand anders zegt dan van, jong, die zijn kei groot. Maar ja, het is slecht dat gezegd, je raakt daar rap gewend, maar dan in bepaalde kledingstukken... Ja, heb je het dan wel? Je dan denkt, zijn ze dan wel amai, groot? Ja. Ja. Ja, ja. Dat is raar. En dan moet je je voorstellen dat je dan groter zou gaan. Ja, ik heb daar wel over nagedacht, maar dan had ik zoiets van, voor één maat groter ga ik nu wel niet weer 3000 zoveel euro betalen. Ja, want ja, 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 is natuurlijk een verschil tussen siliconen en op waterbasis. Op waterbasis is het gemakkelijk, hè? Ze spuiten gewoon bij. Nee, ja, maar siliconen is eruit halen, anderen insteken. Ja. En ik heb echt zo zwaar afgezien dat ik het pijn, nooit meer wil. Dat die pijn, hè. Dat was echt... Ik heb 2 weken niet geslapen. Dus ik zeg het, als iemand van plan is om dat te doen... Je moet je voorbereiden. Dat was niet te doen. Dat zo de echt, eerste week, er waren, hè, precies 2 camions over mij gereden. Ik moest al zitten slapen. Mijn, ja, rug deed alle dagen zeer. Ja. Dat was echt verschrikkelijk. Dat het gevoel dat ik bijna niet kon daden, want ze liggen, ja, echt ook en echt als een druk, hè. Ja, ik weet nooit meer. Echt. Maar eenmaal dat genezen is... Ja, ja, dat maar is ik denk content. Dat ik nog nooit zoveel BH's gepast heb. Echt, hè. En dan zo van, oh, ik wil er die kopen, ja, en die. Gans mijn schuif ligt vol. Dat is echt wel, ja, zo, hè. Ja, maar zijn je dan begonnen met je OnlyFans... Voor of na? Ja, 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 ervoor. Ervoor, hè? Ja, ja, ja. Dus je ziet het was eigenlijk totaal niet... Nee, dat nee, echt nee. voor jezelf gedaan, hè? Ja, ja, sowieso. Het is echt, ja, volledig los van je job, eigenlijk. Natuurlijk, hè? Ja. Nu dat ik fotoshoots doe met mijn nieuwe borsten, ja, dat trekt nieuwe klanten aan, dat is zo, hè? Ja, het is... Ik denk dat... Want jij ziet er echt zo the girl next door uit. Nee? Ja. Toch? Ja. Jij, ja. Allee, ook... Je zegt, ja, ik draag je make-up. Je bent heel... En ik vind je een heel schoon vrouw. Je hebt echt een schoon vel voor iemand ja, die geen make-up dat, amai. Echt waar, ik zweer het u. En je ziet er heel braaf uit. En ja. Ik denk dat misschien in het begin, zonder je borsten, een bepaald cliënteel aantrok. Zo echt de girl next door. Ja, ik kan het niet anders zeggen. Girl, ja. 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 En dan nu heeft dat zo'n beetje een andere... Dus als je zegt, ja, ik trek een ander soort cliënteel aan... Mm-hmm. Dan snap ik dat. Allee, ik snap dat wel. Ja, ja, tuurlijk. Ja. Allee, ik heb ook kei veel fans aan mij van, of, ja, van in het begin al volgen en die mij nu nog altijd volgen. Ja, ja. En die dat wel zo, ja, die waren ook benieuwd, hè. Zo van, ja, amai, hoe gaat dat zijn? En ja, die zijn gewoon nog altijd gebleven, dus... Ja, ja. Ja, ja, het is een meerwaarde, ja, sowieso. Sowieso. Zeker als je wel, zo een, ja, job doet, dan is dat wel, ja... Ja, ja, een meerwaarde te zien. Ja, dat wel. Maar ik denk... Dat, want ja, nu zijn ze ook bekender geworden daarin, hè, denk ik. Ja, ja. En ik denk, stel dat je geen borstvergroting had gedaan, dan denk ik dat je nog... Ja, ja, dat kan wel. Het is een, ja, beetje gelijk dat gezegd. Het is gelijk in de porno. Als je filmpje opzoekt, heb je hebt zo allemaal zo'n ding dat je kunt kiezen, hè, zo categorieën. Ja, 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 ja. Hè.
En dan kun je voor een trio, een dit of een vrouw die er zo uit. Ja, en ook vrouwen met kleine borsten, met grote borsten. Voilà, voilà. Dus ik denk dat dat ook iets had ge... Allee, ja, tuurlijk. Ja, want ik heb eigenlijk nooit geen commentaar gehad van mannen van, die had een kleine borst. Ja, ja. Maar ik vond dat wel. Ja, dus die is puur persoonlijk. Ja. Maar is dat dan niet zo, als je het één... Allee, ik heb dat niet gehad. Maar ze zeggen, hey, als je eenmaal dat je begint, dan wil je dat doen en dan ook dat. Oh, en zou ik niet dat doen en zou ik niet? Had jij dat ook? Ik wil wel nog veel aan mijn gezicht doen, wel. Qua botox en fillers. Ja? Ja, dat wel, ja. Omdat... Maar heb jij nu iets in je gezicht? Ja, ik heb ene keer hier deze laten doen, maar dat zie je niet zo heel neig, omdat dat maar dat één zo keer was. Meer, mijn kaak ook. 2 keer. En mijn lippen, denk ik, 4 keer al. Maar die zijn, ja... Een beetje fillers. Ja, maar het is niet dat extreem is. Want ik wil totaal geen plastieke kop krijgen. Nee. Want ik zie sommige vrouwen dat ik denk van... Ai nee, wat heb je nu gedaan? En dat die echt wel denken van... Dat is mooi, hè. Ja, daar moet wel altijd een beetje zo... Een limiet zijn. Ik zeg het, hè. Allee, ik blijf erbij. Ik ben nog altijd... Voor mij wilde jij zo dat plastic fantastic. Dat ja, doet ja. dat, hè. Maar... Ja, het mag er gewoon niet overgaan. Het is echt wel zo dat je soms mensen ziet en dan denk ik van, het is spijtig. Ja, ja, ik vind dat ook wel spijtig. Omdat die lippen, die kunnen zelfs niet, die kunnen niet uit de reach, hè. Ja, het is niet, omdat zo, zo extreem. Ja, het is zodanig opgespoten dat ze niet kunnen uit de reach of zo. Ja. En dan denk ik, het is dan nog springen op die lippen. Ja, dat is neig. En dan denk ik van, dat is spijtig. Ja. Dat, maar het zijn er dan weer die dan zeggen van, ik heb dat gedaan, maar ik zeg dat, gelijk bij u. Ja, je zou dat niet zeggen. Nee, dat is... Het moet zijn, het is vrij goed gedaan. Je ziet het niet. Want je hebt mensen die ook hier spuiten en dan is dat zo... Ja, en dan hebben die echt al zo'n ganse driehoek. Ja, voilà. En dan is dat heel mannelijk. Want mannelijk hebben zo'n heel uitgesproken... Ja. En dan creëren ze dat. En als vrouw, ik ben daar persoonlijk geen fan van. Nee. Maar het zijn mensen, ik zeg het, die hebben het gedaan. Ja, pas op. Ik heb daar totaal geen problemen mee dat mensen botox gebruiken en fillers, maar ik vind het dan jammer dat ze zich alsnog, ik weet niet hoe neig, moeten schminken. Spijtig, hè, dan ja. En pas op, ik voel mij ook vaak nog onzeker, omdat ik dan denk van, amai, die zien er wel keiveel beter uit als mij. Omdat ze zoveel schmink gebruiken en zoveel filters, want iedereen denkt, maar social media is 1,5 fake, hè. Als je weet. Dat is zo, en iedereen spiegelt hem daaraan en het is allemaal vals. Ja. Maar we zo rap, allee, die social media soms, denk ik van, ik werk heel veel. Ik doe heel veel projecten. Ik ben nu gestart met mijn eigen praktijk als psychologisch therapeut. Ja. Dus ik ben continu aan het werken en aan het werken. En dan zie ik andere mensen op Instagram, die werken niet. Instagram die leven gewoon de big life. Ja, en, zo. En die reizen. Dan denk ik van, ben ik iets verkeerd aan het doen of zo? Ja. Ik denk van, allee, ik ben dan zoveel aan het werken. Ja. En die mensen die gaan op reis en die doen dit en die doen dat. Maar ik had iemand en die zei, je moet niet te veel geloven wat je op Instagram ziet. Want als je weet wat die mensen allemaal moeten doen om een soort leven te kunnen leiden. Ja. En dan is dat schandaal uitgebroken van daar in Dubai. Ja, ja, ja. Van mensen die vanuit Antwerpen, een beetje van overal in de wereld, overvliegen naar Dubai. En dan was dat, weet je, die schandaal dat ze van die heel rijke mensen dan in hotels terechtkomen. En dan moesten ze, werd dan op hun geplast. Mm. En die moesten dan mensen in de kak opeten en zo. Allee, heb je dat gewist? Oei, nee. Echt waar. En die zegt, in de tijd van corona is dat uitgekomen, wat er allemaal gebeurde. En iemand die ook zijn verhaal had gedaan op TikTok, die vertelde ook van, kijk, mijn leven, dat was trouwens uitgaan. En dan was het er een glamour en fancy gaan eten. En ze vertelde dat ze naar Dubai ging en wat daar allemaal gebeurde. Amai. Ja, dus ik zeg het, mensen laten alleen het mooiste zien, hè, van hun leven. Alleen velen toch. Ja. En ze, ja... Andere wijs maken dat ze alleen maar in de luxe leven. En ja, dat vind ik wel jammer. Want je moet ook een keer laten zien dat het er misschien misgaat in je leven. Zo een beetje realiteit. Ja, gewoon van, ik krijg ook haat. Of, ja. Maar het begint wel zo beetje per beetje. Begint dat zo, dat er mensen zeggen van, ja, kijk, ik wil geen filters niet meer gebruiken. Ja.
Of dat mensen, je weet dat ze op reis zijn, ze trekken een bikinifoto, dan zie je dat ze hun buik zo ja, echt dat zo. En dat die ribben dan zo uitkomen, dat is ook zo wat meer geminderd. Ja. En ik vind dat dat een beetje begint te veranderen. Ja, echt alles onder perfect uit te zien. Hè. Ja, ja. Dus, en jammer, ik moet eerlijk zeggen, als ik dat zie bijvoorbeeld van een foto, dat ze zo een buik intrekken, dan denk ik van, allee, zo spijtig. Ja, op zich is dat een schone foto, hè, maar waarom moet dat dan? Ja, dat is, ja. Maar jij hebt dat niet, want ik zie op je Instagram dat wel redelijk, het is echt keep it real, hè? Ja, sowieso, ik gebruik niks van filters. Ja, enkel dan mijn shoots, dan is mijn fotograaf dat er wel aan bewerkt. De foto's worden wel bewerkt, maar voor de rest, nee, nooit. Niet. Nee. Allee, en ik kan wel zoiets hebben van, amai, ik zie er vandaag echt slecht uit. Maar dan nog, ik zei op mijn TikTok, ik zie er slecht uit, hè, maar dat is oké. <okay. laughs> Nee, ja. Oké. En dan, als we even... relationeel vlak, een relatie. Dus je hebt verteld dat je schrik hebt, dat je mama ook schrik heeft, dat je niet meer van straat gaat raken. Mm. Als je toekomstgericht kijkt, wil jij nog, zou je later kinderen willen hebben? Kinderen, dat weet ik niet, maar ik zou sowieso wel willen samenwonen met iemand, ja, sowieso. Ja. Ja. En stel, je bent bezig met waar je mee bezig bent, dus dat je nog in de zorg zou werken, dat weet ik niet. Daar ga ik me niet over uitspreken, maar je blijft nog altijd je OnlyFans doen. Ja. En je zou kinderen hebben. Ja. Want dat is ook zoiets, dat ligt dan zo wel een beetje... Ik weet niet of ik dat dan nog zou verder doen. Want ik zie, dat is dan mijn mening daarover, stel je voor dat je kinderen dat zien. Hé, hey, kijk, mama staat naakt op het internet. En dan, ja, nee. Nee. Omdat je zelf zegt van, ik weet niet hoe lang dat het gaat duren. Want ja, het is ook iets... Ja, ongeveer, je weet het zo niet, hè. Nee. Dat kan zo even boomen. En dan, zoals gezegd, het gaat zo wat bergop, bergaf. Dus ja, stel, het is aan het boomen. Je hebt kinderen. Dan zullen dat wel stoppen. Ja, ik denk dat wel. Want uiteindelijk, die beelden... Ja, dat ze op tien jaar. Ja, die blijft er voor altijd op. Ja, en ik heb ooit atletiek gedaan en je kunt dat nog de dag van vandaag vinden. Dus ja, binnen die 10-20 jaar gaat dat er nog op staan. Ja. Dus stel dat jij dan kinderen hebt, het gaat er nog op staan. Ja, tuurlijk. En de kans bestaat dat ze iets gaan zien, maar dan kan ik wel nog altijd zeggen van ja, mama heeft dat vroeger gedaan. Ja. En nu niet meer. Ja. Dus jij zegt wel, het is wel zo dat moest je ooit kinderen hebben, dat je er wel mee zou stoppen. Ja, voor een man nooit. Nee. Dus in je hoofd heb je wel zoiets van, ik doe het nu, maar moesten er ooit kinderen stoppen komen, dan is het heel duidelijk dat ik niet stop. Ja, denk ik wel. Ja. En dat is dan voor de opvoeding van je kinderen? Of omdat wij in een soort wereld leven waar dat niet aanvaard wordt, dat je kinderen daar de dupe van worden? Stoppen. Ja, ik vind persoonlijk dat dat niet echt staat als moeder. Ja. En je hebt dan ook, ik vind op een bepaalde leeftijd stopt dat ook. Hè. Ja, het is wat je zegt over borstvergroting. Je hebt daar voor altijd een bepaald cliënteel. Hè. Ja. Want ook als je oudere kijkt naar vrouwen, dat kan ook. Maar... Met die categorieën, je hebt echt oude mannen, maar je hebt ook oude vrouwen. Ja. Hè. Ja, nee. Ik denk dat ik op een bepaalde leeftijd wil gaan zeggen van, ik stop ermee. Ja. 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 Want ja, jong en mooi, dat is altijd, ja. Ja, maar dan, voor mij is, je kunt jong zijn en schoon zijn en oud zijn en ook schoon zijn. Want ik zie soms vrouwen die 60 jaar zijn en dan denk van, wow. Ja, maar op mijn 50, op mijn 60 zie ik me dat echt niet meer toe. Nee, op mijn 40 denk ik ook niet. Is dat dan iets dat je dat kan zien als zo'n beetje, stel, je kunt morgen een huis kopen van je OnlyFans inkomen. Is dat dan iets dat je zegt van, oké, ik voel mij voldaan, dus ik ga ermee stoppen? Ja, nee, of is dat echt puur, ik doe verder tot een bepaalde leeftijd en dan stop ik? Of ik doe verder tot als ik kinderen heb en dan stop ik? Ja, ik denk dat dat zo wat te zien valt. Ja, ben ik het beu, ben ik het niet beu?
Ja. Dat, dus echt puur. Ja. Jij zet daar eigenlijk geen leeftijd op om te stoppen. Is dat dat ik een beetje kan beginnen? Ja, maar als ik 40 ben, ga ik dat niet meer doen. Nee, dat niet. Oké. Een beetje dieper in te gaan op dat OnlyFans en dat andere, zeg het toch? Van Centro. Ja, voilà. Ja, dat is echt, ik zeg het, ik heb dat nog niet Nee, ik heb er echt nog niet van gehoord. Ja, er zijn veel zo'n sites, hè, maar ik gebruik alleen die twee. Maar ik vraag wat dat juist is dat je daar post. Want je vertelt over foto's, waar je ook topless gaat. Je vertelt ook over bepaalde samenwerkingen die je doet. Wat mag ik dan verstaan onder die foto's? Dat zijn wel artistiek naakt, dus nooit niet volledig met de benen open en zo. Bedekt. En... Ja, wel gewoon ook volledig naakt, maar ja, het is niet dat je alles kunt zien. Natuurlijk, ja, je hebt ook mannen dat graag meer willen zien. Ja. Daar stak ik uiteraard voor open, maar dat is natuurlijk ook wel voor een meerprijs. En dat gebeurt dan alleen in chat. Dus dat staat niet op je, dus gelijk als op je startpagina, dat staat daar niet op. Dus je hebt altijd een startpagina waar je dingen kunt op posten. En dan ook van typ me zoveel in chat om die foto te zien of om die video te kunnen zien. En is dat dan een beetje zoals Snapchat, dat je dat kunt opendoen en die kunnen dat dan zien? En je hebt dan bepaald... Nee, die kunnen, die kunnen dat blijven zien. Ah ja, dus ze kunnen altijd terugkijken. Dus dat is eigenlijk een foto dat die krijgen en dat die kunnen... voor onbepaalde duur kunnen behouden. Ja, klopt. Ja, oké. En die samenwerkingen, wat moet ik dat dan... Want ja, ik heb al verschillende... Ik zeg het, ik vind dat echt een fascinerende wereld. Hè. Ik vind dat super interessant. Ja. En ik kijk naar heel veel documentaires die daarover gaan. Maar iedereen heeft zo wel zijn eigen verhaal daarover. Mm-hmm. En als ze zeggen, ik doe een samenwerking... Dan is dat al... Allee, zoals ik zeg, iedereen heeft zijn eigen verhaal. Dus als jij zegt, ik doe een samenwerking, wat is dat dan? Samen foto's trekken? Ja, Dan is dat door een fotograaf is dat toen gebeurd. En dan is dat ook samen onder een douche en zo. Ja, gewoon zo wat... Artistiek. Zo wat teasing dingen. Samen in een jacuzzi en... Ja, gewoon... Zo een keer kussen. Ja. Ja, er is eigenlijk nooit niks meer... Nee, misschien dat ik daar ooit voor open sta. Wel, dat maar, was mijn vraag. Omdat jij hebt altijd mensen die op tv hebben zo'n bepaald programma met Luc Allo was dat. Ja, Sexpliciet. Ja, Sexpliciet. Ja. Maar daarvoor had hij nog iets gedaan. Ah, ja. En ik herinner mij, er kwam een meisje op, een vrouw op. En die zei, ik heb limieten en dat is mijn grens, dat is mijn limiet. Dus geen porno ging die doen. Ja, wel, dat was. Dat denk ik ook dat niet bij mij... Want ik heb al heel veel vragen gehad van, heb je seksvideo's? Ja. Heb je pijpvideo's? En ik zeg altijd nee en ik ben dat ook niet van plan. Nee. Want ja, er is nog altijd een verschil tussen foto's en video's van jezelf daar rondgaan. Dat als je effectief wel het bed aan het delen bent met iemand. En daar zou ik mij wel in schamen, moest daar rondgaan. Ja. Ja, en moest dat uw maat te zien krijgen, dat is ander, dat begrijp ik wel. Dus nee. Dat is ook echt al intiemer ook, hè? Ja. Toch? Ja. En ook, ja, dan moet je... Moest u nu echt pornoactrice zijn, ja, dan is, dan is dat normaal, hè, maar... Want als je zoiets verkoopt, ja, het is altijd bij heel... Het is er altijd over, hè, en heel veel gekreun en En ik snap dat. Ik begrijp dat. Ja, dat zeg van, dat wil ik niet... Ja. Maar om terug te komen op dat van de madame dat zei van ja, nee, ik heb mijn grenzen. Porno ging ze nooit niet doen. En dan kwam Luc Allo met Sexpliciet iets vast. Ja. En dan is daar wel porno. Huh? Ja, dan is het wel. Dan is het wel. En Luc Allo had daar ook gezegd van hey, wij hebben elkaar tegengekomen in het andere programma. En toen had hij gezegd, nee, ik heb mijn grenzen, dat doe ik niet. En nu doe je het wel. Ja. En dan zei ze het ook van, ja, dat is heel... dat ze getriggerd werd door de cent. Nee, want het is hoe extremer dat is, hoe meer geld dat de mensen bereid zijn om te betalen. En zo heeft het haar eigenlijk getriggerd om dan toch die stap te zetten. En nu doet ze het wel. Maar ik vind zoiets dat je zelf niet leuk vindt om te doen, ook al kan je daar bakken veel geld, ik zou dat echt niet kunnen. Nee.
Ja, het is misschien afhankelijk in welke situatie dat je ziet. Iemand die misschien financieel moeilijk zou hebben, die dan rapper zou zeggen, die rapper getriggerd zou zijn, moest er iemand een bepaald bedrag aanbieden, niet? Ja, ik weet niet. Maar is dat iets bij jou dat je zegt van, goh, misschien you never know in de toekomst? Of zei je echt van, nee, dat... mijn klanten kunnen foto's krijgen, maar dat doe ik echt niet. Ja, ze kunnen wel video's krijgen van mezelf, hè. Dus een soort van striptease en self-playen. Ja. Maar nooit met iemand samen. Ja, nee. Ja. En ja, ik weet niet, ik zie dat ook niet direct zitten eigenlijk. Nee. En wat is dan voor u het verschil? Ik speel met mezelf, ik doe iets met mezelf. Of ik doe het echt met... Ja, ik denk dat dat nog altijd een stap verder gaat, want ja... Tegenover mijn partner, ja, dan doe je van alles. Hè. Je doet van alle standjes en je ziet ook mee, van alles. Dat is intuïtief, dus, ja. Ja, nee. Ja. Dat zal niet doen. Nee. Denk ik niet. Denk ik niet. Dat is echt... ik doe dat nu al van in 2021 en nee, want er hebben er mij wel al veel fans gevraagd van, zou dat een keer zitten om dat met mij te doen? Nee. Ja, die altijd... ik denk dat die zo... Altijd zo'n stapje hoger. Ja, en ik spreek zeker niet met vanzelf, nooit. Nee. Dus dat is echt, daar blijf je echt bij, dat doe je echt niet. Nee, want... Ook, ik weet van mensen dat ze luxe escort doen. Mm-hmm. En dat is dan, ze gaan dan met iemand gaan eten. En soms blijft het ook gewoon bij eten, hè. Ja, maar ik denk dat die luxe escorten wel een beetje meer beveiligd zijn. Denk ik. Ja, het is dus... Die zullen ook wel iemand hebben dat hun komt ophalen en... Ja. Dus... Ze werken wel altijd met mijn chauffeur. Of, het was ook iemand die iets vertelde over... En ze stuurde ook altijd. Ah, ja. Dus zij boeken hun dan in voor bijvoorbeeld 2 uurtjes. Mm-hmm. En na die 2 uurtjes moeten ze iets laten weten aan die contactpersoon. En als er niets is... Zij weten waar ze hebben afgesproken, zodat ze wel een beetje ingedekt zijn. Ja, wel, want dat altijd. Veilig. Ik weet niet of dat altijd zo veilig is. Ja, ik denk dat je serieus... ik denk dat dat enorm onderschat wordt. Ik denk dat je echt moet wat organiseren. Mm-hmm. Voor zeker te zijn dat je veilig bent. Ja. Stel, je spreekt af in een hotel, dat misschien altijd dezelfde hotel is, dat die mensen ook op de hoogte zijn van hetgeen dat je doet. Hè. Ja, want voor hetzelfde geld word je daar vermoord en ik zeg het. Ja. Of ik volg iemand op Instagram, ik vind het heel interessant dat ze post. Melisjes, denk ik dat ze. Ja, die is ook redelijk bekend op TikTok, hè? Ja, en die is escort. Ja. En overlaatst vertelde ze iets over. Ze had afgesproken met iemand. En ze was er naartoe aan het gaan, maar ze voelde al van. Het voelde vreemd. Mm-hmm. En ze zei, als zij daar toe kwam, dat ze dan dacht van, hier klopt iets niet. En ze is uiteindelijk terug vertrokken, ze is niet naar binnen gegaan. En die mens belde naar haar, maar ze hoorden op de achtergrond dat daar nog mensen waren. Ah, amai. Stel je voor dat je daar binnen, dat ze wel was geweest. En opeens, je hebt met 1 iemand afgesproken, ze staan daar met 4. Ja, en, allemaal voor je... Ja, het is echt wel... Ik vind het wel gevaarlijk. Ja, ik vind dat ook wel. Ik vind wel... Je weet zo niet goed waar je terecht komt. Hè? Ja. Dus dat vind ik, dat vind ik wel gevaarlijk. Ja. En is aan het denken dat ik... dat als je straks naar buiten gaat, dat ik niet denk van... Oh, Ju, dat moest ik nog gevraagd hebben. Toekomstgericht. Hoe zie jij dat nog? Want dit is wat je vandaag doet. Misschien, als ik mag vragen over het financiële, je moet geen cijfers opplakken. Maar is dat iets dat goed verdient, zo? Ja. Enorm. Ja? Ja, maar je moet het ook wel goed doen, hè. Want er zit verschil in, dat verdient zeker goed. Ja. Ja, en zouden... Want je vertelde daar straks dat er mensen zijn die je vragen voor het zelf ook te doen. En hoe doe je dat? Dus die eigenlijk een beetje informatie komen vragen om het zelf te doen. Mm-hmm. Zou je mensen aanraden om dat te doen? Want niet alleen vrouwen, hè? Want er zijn ook mannen, vrouwen. Het is ook zeker. Mannen, is dat iets dat je zou aanraden om te doen? Is er niet wat mensen op moeten...
Ja, het is nu natuurlijk te zien. Zij komt er graag op de foto. Ja, als je niet graag op de foto staat, moet je dat al zeker niet doen. Er moet wel iemand zijn dat zo, ja, sowieso dat dat wat zelfzeker is en denkt van, ik zie er goed uit en ja, het is oké. En ik ga graag op de foto, want ik ben altijd al graag op de foto geweest. Ja. Daarmee dat ik ook zoiets had van, dat zal wel iets voor mij zijn. Ja, ja, ik sta graag en ik poseer graag. En denkt er niet iemand die weinig zelfvertrouwen heeft, maar die eigenlijk echt wel ziet zitten om te doen, denkt hij dat hij daardoor een bepaalde boost zou, ja, zou ontwikkelen, ja, door, ja, dat te doen? Ja, ik zeg altijd, je kunt het altijd proberen. Hè. En ja, ligt het u niet, dan ligt het u niet. Maar, nee. Ja. Maar opnieuw, ja, voordat je het probeert, denk er goed over na. Ja, ja, sowieso. Ja, dat wel, want iedereen denkt van, wow, dat is gewoon, gewoon foto's trekken. Nee, je moet al die berichten beantwoorden, al die ambetante mannen. Ik heb er wel tijd op. Ja, tijd in, hè. Ja. In dat allemaal. En altijd vragen, kunnen we afspreken? Kunnen we afspreken? Nee. Dus, ja, en je moet op tijd posten, want anders verliezen ook fans. Ja, dat. Dus, ja, er kruipt ook wel wat tijd in, ja. Je moet zo wat social media minded zijn. Ja, 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 dat is, ja. Want ik moet zeggen, het is een tijd geweest, als ik zo wat enorm experimenteer in kledij, dat mensen dan vroegen van, ja, wil je dat niet posten op Instagram en zo tips en dit en dat. Ja. En ik ben zo niet iemand die zo altijd met mijn gsm. Dus ik vond dat echt een hele moeilijke. Ah, ja, ja, ja. Om, want jij moet dat filmen, hè. Of ik ging dan naar een winkel, hè, ding kopen. Dan dacht ik, ik heb dat niet gefilmd. Ja. Ja. En zo zag ik dan van, ja, dat is niets voor mij. Ja, ja. Want het is, er kruipt echt heel veel werk in, hè. Ja. En dan heb je iets gekocht en dan moet je dat laten zien. En dan, ja, dat wordt ook, dat wordt echt onderschat. Ja, 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 dat is, ja. Want uw hoofdberoep, dat is voltijd dat je dat doet. Ja. Ziet. Ja. Dus eigenlijk heb je een voltijdse job in combinatie met nog een deeltijdse job. Of ja, ook een bijna, ja, want daar kunnen veel fans precies zo niet mee om. Dat ze dan zeggen van, amai, ik moet soms lang wachten op een antwoord. Ja, maar ik werk nog voltijds. En dan zo van, ah ja, oei, dat wisten we niet. Ah ja. Maar ja, ja, het is weer zo dat, ja, ik probeer wel elke dag online te zijn, maar ja, ja, als je dan 50 berichten hebt, ja, probeert hij dan. En dan is dat, en kun jij die video maken? Ja, kun jij voor mij die foto maken? Ah, en ik wil vandaag een decreting en morgen wil ik een beetje deurretalk. Ja, en je weet omdoen met waar dat je ook op staat. Nee, nee, nee. En je moet het allemaal liggen inplannen. Dat is, ah ja, dat is ook zo. Dus, want jij Ik ging daar straks bijna af, want nee, nu komt er bij mij. Want je zegt, ik woon nog thuis, hè? Ja. En dus je hebt uitgelegd over hetgeen dat je doet, wat dat echt inhoudt, je OnlyFans, wat dat je daar verkoopt eigenlijk. Nu ja, mijn mama weet niet tot in de detail, ja, voilà, wat dat ik doe. Dat. Want ik probeer dat ook altijd op mijn kamer te houden. Ah, ja, of gewoon, ja, als ze niet thuis is, maar ik, ja, nee. Zie je daar al staan en dan mijn moeder komt ineens binnen. Het is dat ik wou vragen, want ja, hey, als je alleen woont, doe je dat ook, ja, dan wel. Doe je wat wil je in de keuken doen? Wel, allee, bedoel, ja, ja, doe je dat waar je wilt. Hè. Maar als je samen en dan nog mij thuis bij je mama, ja, dan is dat nogal iets. Ja, dat is moeilijk dan om zo. Als ze dan vragen, ja, wil de filmpje maken van mijn eigen te spelen en er mag veel lawaai bij zijn. Ja, dat gaat niet. Nee. Want mijn mama is thuis of ja. Ja. Ja, het is altijd wel, ja, moeilijk. Ja, ja. En hoe doe je dat dan? Dus stel, je is dan aan het chatten en je vraagt dan, ja, dat heb je nou gezegd, hè, waar, mm-hmm, je veel geluid maakt. Ja, dan moet je eigenlijk al een andere dag gaan afspreken. Ja, 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 inderdaad. Dan is dat zo van, ja, ik zal je sturen als de video af is. Ja, en dat kan soms een week duren. Ja, dat is. Dus het is echt, het is nogal, want je werkt ook, dus dan houden daar mee rekeningen. Ja, 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 het is moeilijk soms. Ja. Dus het is echt een hele. Ja. Een hele planning, hè. Ja. Dus eigenlijk thuis wonen, dat is het slimste wat je kunt doen, hè. Allee, ik... Ja, qua sparen wel. Ja, ja, toch, hè. Maar qua privacy iets minder, hè. Maar ja, het is, maar ik, ja, denk, vooral gebonden ook aan je job. Ja. Dat daar nog aan. En ook, je mama, ze wil er dan niet echt over babbelen en zo. Dus ja, je houdt het privé, mm-hmm, ja, dan moet je echt wel kunnen inplannen, ja, wanneer. Dus ja, dan zou het misschien makkelijker zijn als je alleen woont. Okay, ja, ja, klopt. Maar ik heb altijd gezegd, en ik wil ook dat mijn kinderen dat doen, zolang dat je thuis kunt wonen, moet je thuis wonen. Ja, ik vind, want dat ook. Ja. Het is allemaal zo duur geworden, en dus ik begrijp dat je zegt, ja, blijf thuis.
En met hetgeen dat je nu ook verdient, kun je sparen. Je zegt ook, het is de moeite om dat te doen. Ja, tuurlijk, ja. Ja, ik probeer zoveel mogelijk te sparen. Ja. Ja, maar toch is soms wel verleidelijk. Want dat is ook weer zoiets, eenmaal dat je geproefd hebt in die financiële... Ja, van veel geld. Ja. En dan kun je en een schoon schoentje en dit en dat. Ja. En is dat dan niet zo dat het moeilijk is om daar vanaf te stappen? Als je geproefd hebt van die luxe. Want nu heb je, je hebt twee inkomen en je hebt je voltijds een job. En dan daarnaast heb je je content. Mm-hmm. Ja. Dus je hebt dan een goed inkomen. En stel dat je ooit zou zeggen van ja, ik ga ermee stoppen, dan valt dat weg. Ja, dat gaat wel een aanpassing zijn natuurlijk. Ja. Want dan gaat ook, het ook minderen in dingen kopen. Ja. En, maar pas op, nu, hè, ik probeer zo min mogelijk geld op te doen. Ik ga wel altijd graag fancy gaan eten, want ik heb altijd honger. ik ga wel vaak gaan eten. En ja, zo gelijk als ik nu morgen zeg van ik koop mij een kabas van Louis Vuitton, dan ga ik daarom. Ja. Want het is niet dat ik alle weken superveel geld op doe. Nee, ik probeer zoveel mogelijk aan kant te zetten. Maar je vergeet ook niet, ik zeg het, hè. Veel geld hebben, hè, is goed. Hè. Ja, dat is leuk. Als er morgen iets met je gebeurt, hè, en je kunt niet zeggen van goh, kijk, leef, je profiteert. Hè, want wat heb je dan gehad aan die centen? Ja. Ik zeg ook altijd, hè, je leeft maar één keer. Hè. Ja. En ja, je kunt verstandig met geld omgaan of gewoon slecht. Hè. Mensen dat gewoon alles willen opdoen, dat is ook niet goed. Hè. Dat is, ja, want dan blijf je daar eigenlijk in die wereld. Er zijn veel mensen dat gewoon een gat hebben in hun hand. Dat is echt verschrikkelijk. Dat echt tot op de laatste frank alles moet allemaal opdoen. Op. Ja. Moet allemaal op. Ja. Ja, dat is dan ook niet positief. En ik denk dat misschien ook de reden is waarom dat je zo down to earth zet daarin. En zeggen van ja, goh, ik ga het niet heel mijn leven doen. Het gaat stoppen. Je bent er van bewust dat het gaat stoppen. Ja, dat is sowieso. Omdat je ook weet van oké, die centen die zet ik aan de kant. En, ja. Ja, dat is zo. En heeft je mama het dan niet moeilijk? Stel, het is haar verjaardag. Jij koopt daar iets. Die wil dat nooit niet. Ja. Ja, dat is zo van... Ja, een bloemetje is genoeg, ze. Mijn ma, dat is altijd zo geweest. Nee, ja. Heeft dat niet te maken met het feit van... Stel dat je bijvoorbeeld, ik zeg je maar iets, een duur sacoche zou kopen. Dat die dan denkt van, dat komt dan van die centen. En ik wil mij daar zo niet... Goh ja, ik heb daar nog nooit echt iets super duur durven kopen. Dus ja, ik weet ook niet hoe dat ze zou reageren. Ik denk niet dat ze dat gaat aannemen. Ja. Dat ze het hebben van nee, dat zijn uw centen. En uit welke principe dan? Het principe gewoon van, dit zijn uw centen, je hebt daarvoor gewerkt en het is zo duur, je moet mij dat niet kopen. Of in dingen van, ik weet van waar dat geld komt. Ik, ook al zou het eigenlijk ook gewoon uit je andere job, je hoofdberoep kunnen betalen. Maar dat je gewoon zoiets heeft van, ik wil geen geld van Van die andere. Nee, dat job. Denk ik nu niet, want ik zeg het, ik geef bijna alles af. Ik geef huur af, internet, tv, elektriciteit. Ik betaal alles, de helft. Ik ga kei vaak naar de winkel, dus ik zeg het. En we hebben dat altijd van in het begin zo besproken, als ik ging vastwerken. Ja. Ze heeft ook gans haar leven voor mij gezorgd, dus waarom zou ik niet... Want ik hoor dat zoveel... Van al die verwindenissen. En ik moet thuis niks afgeven. En alles wordt voor mij betaald. Ja. Dat is allemaal heel leuk. Maar wat gaat het doen als je alleen woont? Ja, dat is dat. We weten niet hoe dat de echte wereld in elkaar zit. Nee. Het is een andere mentaliteit. Hè. Ja, en pas op, dat is allemaal leuk. Hè. Alles van thuis krijgen, dat is heel leuk. Hè. Maar niet iedereen heeft dat geluk. Nee. Ja. En dus... het is niet dat je dat niet krijgt van thuis, dat daarom wil zeggen dat je niks kunt bereiken. Of dat je misschien wat langer. Ja, voilà. Maar je bent wel fier op je eigen, denk ik dan. Van ja, kijk, ik heb dat allemaal zelf kunnen verwezenlijken. Als je een nieuw huis koopt. Ja, dan ga ik echt wel heel blij zijn. Het zal wel zijn dat dan zijn ze zo extra fier, want je hebt van begin tot eind het allemaal zelf gedaan. Ja. En dan ook. Je hebt twee jobs, hè. Besef het. Hè. Dus je hebt het dan volledig zelf gedaan. Ik denk gedaan, dat er echt veel mensen zijn dat om echt moeten rond te komen, dat er mensen heel veel meer dan twee jobs doen. Ja. Om echt te kunnen... Ja. Het is de lonen, hè. De laag. Ja, inderdaad. In België, dus...
Dus ja, maar allee, ik zeg het, ik denk dat mensen dat een beetje banaliseren, hetgeen dat je doet, die denken van, wow, het is niet, het is maar dat doen, maar het is eigenlijk veel meer dan dat. En daar kruipt heel veel tijd in, like, ja. Als je vertelt wat je allemaal moet doen, voor, hey, dat je het echt moet al gaan inplannen en zo, ja. Dan is dat echt een hele, het is een job, hè. Het is echt wel een job. Is zo, Het is misschien een job die nog niet echt genormaliseerd wordt binnen ons maatschappij, maar het is echt wel... Ja. Het is echt wel een job. En naar de toekomst toe, hoe zie jij het, hoe zie jij alles verlopen? Als het zo verder gaat, beeld, ja. Dan komt dat zeker goed. Hè. Dan ga ik binnen zoveel jaar hopelijk een huis kunnen kopen, alleen of met partner. Ja. Het liefst en vooral zou ik gewoon graag mijn mama bij mij hebben. Dus dat wij gewoon een kangeroewoning hebben. Ja, dat en dat zij boven kan wonen, of ik boven en zij beneden. Ja. Omdat, ja, er zijn zoveel mensen dat zich daarvan niks aantrekken. Van, ja, mijn moeder die zal al haar plan willen trekken. Ja. Maar mijn ma zit altijd alleen dan. Ja. En ik weet dat niet. Ik kan dat niet over mijn hart krijgen. Nee, dat die altijd alleen zit. Ja. Dus het ideaal beeld voor u is echt zo later dat je iets kunt kopen waar dat je mama mee kan verhuizen. Ja, dat is echt wel mooi. Ja, moest het nu zijn dat ik een partner heb, dan gaan mijn gedachten misschien anders zijn, maar... Maar uiteindelijk, een kangoeroewoning, het is zoals ja, samen, dan ja, je hebt van elkaar niet echt last, hè. En als er iets is, dan kan ze ook altijd bij mij terecht. Dus dat is handig, hè. Ja. Maar je vindt dat tegenwoordig bijna niet meer, kangeroewoningen, dat is... Moeilijk, ja. Maar het is ook dan zo groot, hè. Ja. Het is, en als je het dan vindt, dan is het zo moeilijk. Allee. Ja, onbetaalbaar, hè. Ja, dat is echt wel zo. Ja. En carrièregericht, hoe zie jij uw toekomst daarin? Ik heb eigenlijk altijd zelf een winkel gewild. En in wat dan juist? In kledij? In kledij, accessoires, ja, altijd. Omdat ik wel veel bezig ben met mode en mij graag schoon kleden en zo. Ja. Maar ja... Daar moet je ook al een startkapitaal voor hebben. Je moet daarvoor iets huren, een winkel huren. Dat is altijd al een droom geweest. Ja, dat kan zijn dat dat een droom blijft. Dat kan zijn dat ik dat ooit wel ga doen. Dat is zelf allemaal te zien. Maar ja, nu voor het moment ga ik deze nog even verder doen. En gewoon in de zorg verder doen. Ja. Wel, kijk, heel toevallig. Ik heb ooit een kledingzaak gehad. Dus ik zal u straks achter de schermen zo wat meer uitleg over geven. Is er nog iets van tips of van iets aanmoedigend of zo dat je wilt zeggen naar pesters toe misschien? Of iets naar mensen die het zelf willen doen? Mm-hmm. Of ja, gewoon de mensen die dat daar meer willen over weten, die kunnen altijd bij mij terecht. En dat weet iedereen ook, want iedereen durft wel vragen aan mij. Het is niet dat ze zo schrik hebben van, ik durf dat niet te vragen aan die Britney, want nee, kunnen mij altijd van alles vragen. En aan die pesters, zou ik zeggen, probeer zelf je leven wat interessant te maken, zodat je je niet moet bemoeien met dat van mij. Die jaloezie, dat is altijd jammer, hè. Maar... doet er zelf iets aan, want dat is een vreselijke ziekte, jaloers zijn. Dat is niet te doen, Dus ja, dan heb ik liever dat ze naar mij wat opkijken en dat ze dingen vragen, in plaats van dat ze jaloers reageren. Ja. Nee, oké. En misschien moet je nog uw Instagram nog eens vermelden en uw OnlyFans en het ander dat ik weer vergeten ben. Ja, mijn Instagram is gewoon Willox Britney, denk ik. Of Britney Willox. Met zo'n underscore. En op OnlyFans en Fancentro heb ik gewoon ook mijn eigen naam. Ja. Mijn eigen naam, ja. Oké, ik zal dat dus... daar ook nog een keer bij zetten. Ja. Voor zij die benieuwd zijn en die het willen zien. Voilà. Of die willen volgen, maar geen haat willen verspreiden. Nee, dus liefst, gewoon normaal doen. Voilà, dan zeg jij heel erg bedankt om te komen. Ik vind het heel inspirerend, hè, en hoe dat je daarin staat. Ik ben blij dat je verhaal hebt verteld. En je voelt dat niet zo'n beetje... Ik ben benieuwd naar de reacties dan van de mensen. Want ja, als ik dat gisteren gepost had, was denk ik iedereen al benieuwd. Dat is zo van, we gaan die direct volgen, dat ik dat allemaal direct... Want mensen kijken echt wel graag naar mij, hè. Ja. En soms denk ik van, als we een onnozel mensen, daar kijken ze graag naar. Dan nog, denk dat dat wel... Ja. Zeg het, was heel inspirerend. Allee, dat het...
dat je weet hoe dat die wereld zo in elkaar zit. Ja. En dat je het zonder filter en zonder taboe allemaal hebt verteld. Ja, ja, ja. Dat is niks.